Wist je dat het Vlaams Belang tegen de loonsverhogingen zijn? Kijk maar, Tom van Grieken zegt het zelf. De vakbonden in deze verdedigen eigenlijk niet echt de belangen van de werknemers. Zij eisen meer bruto loon. Hallo, natuurlijk willen wij meer dan 0,4% loonsverhoging. Het zou wel zijn als je ziet dat er miljarden dividenden zijn en ons lonen zou niet mogen stijgen. Zeg, zo gaat dat niet, hè? Trouwens, het is geen toeval dat het Vlaams Belang met de VLD, met de CD&V en met de N-VA in 2017 die wet hebben gestemd die vandaag ons lonen blokkeren. De naamstemming over het ontwerp tot wijziging van de wet van 26 juli 1996. 135 leden hebben deelgenomen, 82 voor. En dat is natuurlijk gemakkelijk voor al die politici van het Vlaams Belang. Hè. Zij verdienen duizenden euro's in hun pocket. Maar wij de werknemers, we zouden moeten doorleven met een loonstop van 0,4%. Je bent niet goed zeker. En dus, in plaats van deftige loonsverhogingen, krijgen wij aan het Vlaams Belang kruimeltjes. Een beetje meer netto-loon voor de laagste inkomen en voor de rest niks. Waar gaat het over? Houdt die werknemer op het einde meer netto over? Dus ik vind dat je de loonlast moet verlagen en zorgen dat er, als je een opslag geeft, dat dat niet de kosten is van nog meer belastingen voor de werkgever, voor de werkgever, voor de werkgever. Ja, mannetjes, dat is duidelijk wie het Vlaams Belang verdedigt. Hè? Niet ons belang, maar het belang van de werkgevers. Eigen volk eerst, dat is vooral eigen rijk volk eerst. En dus als je alleen maar een paar euro netto bijkrijgt, ja, dan draag je niet bij naar de sociale zekerheid. Hè? Dus niks voor je ziekteverzekering, niks voor je pensioen, niks voor je vakantiegeld. Daar gaat allemaal geen geld naar de sociale zekerheid. En dat zegt het Vlaams Belang niet natuurlijk. Hè? Bruto loonsverhoging, dat is blijvend voor wanneer je op pensioen gaat, wanneer je ziek bent of wanneer je werkloos bent. Dat is de zekerheid van vandaag en van morgen. En wat zegt het Vlaams Belang? Zo'n lineair verhaal, dat is momenteel niet de juiste oplossing. En wel, meneer Van Grieken, zo'n lineair verhaal, dat is dus juist wel de oplossing. Een loonsverhoging voor iedereen. Kom aan, zeg, wat gebeurt er vandaag in België? Er zijn bedrijven vandaag die dividenden en dividenden doorstorten. 4 op de 10 beursgenoteerde bedrijven storten zelfs meer dividenden dan verleden jaar. En wij zouden geen loonsverhoging mogen krijgen. Gelukkig kunt rekenen op de steun van de PvdA. De Partij van de Arbeid steunt die loonsverhogingen. En de Partij van de Arbeid vraagt ook het recht om terug op brugpensioen te kunnen vertrekken op 58 jaar. Kom aan, waarom moeten dan als jij eens verder werken, langer werken, terwijl er jongeren één ding willen, dat ze een job kunnen hebben? En wel, voor al die strijden kunt u rekenen op de steun van de PvdA, de Partij van de Mensen. Ons werk verdient respect.